Het Leidendorpsmuseum heeft er een nieuw pareltje bij. Het gaat om een schilderij van de schilder Roelandse, die behoorde tot de zogeheten Leidse school. Wat je hier ziet, dat is de boerderij van Samsom. En die stond in het dorp op de plek waar nu een hele nieuwe woonwijk staat, het Leidhondpark. Maar voordat die, tussen de tijd dat de boerderij van Samsom daar werd afgebroken in 1964 en nu, heeft er zich op die plek nog het nodige afgespeeld. Dat was een archeologische vindplaats. Daar is heel erg hard opgegraven voordat Leidhond kon worden neergezet. Het is nu een mooi villaparkje. Maar daar moest gegraven worden en daar is ongelooflijk veel gevonden. Daar zijn duizenden artefacten zijn daar gevonden. Dat het schilderij en de schilder echt uit de buurt komen, maakt het volgens Mirna extra bijzonder. Hij kwam hier vandaan en hij zat hier overal en nergens te schilderen. Later trok hij verder het land in en met zijn bootje om altijd landelijke plekjes te schilderen. Dus het Samsomveldje / de boerderij van Samsom is voor ons van groot belang. En daar komt dan ineens dit moois op ons pad van Roelandse. Van wie wij eigenlijk zoveel weten en zoveel hebben ook. Dus dit vinden wij heel prachtig. Het schilderij is vanaf zaterdag te zien in het Leidendorpsmuseum in de Sterrentuin.